We zijn in Amsterdam op het Museumplein. Er lopen wat mensen in de verte met vlaggen. Om te protesteren tegen de uitlevering en tegen de rechtszaak van de uitlevering van Julian Assange. En ik ben hier met Max van Kruijswald. Ik ben hier eigenlijk, Max, om te kijken wie van de Nederlandse media is hier nou helemaal. Nou, jij bent er. Ja, opmerkelijk. Want het gaat over de media. Het raakt het hart van de media. En ik zie niemand inderdaad. En eigenlijk is dat ook wel te verwachten. Want de media is dermate veranderd. En wellicht is het veranderd na de affaire Assange. Want er zitten op de redacties van de kranten zitten er hele jonge mensen die eigenlijk het oude verhaal van de journalistiek niet kennen. Die een journalistiek, een redactioneel dictaat hebben opgekregen vanuit België, vanuit Brussel. Eigenlijk vanuit de EU. En alles wat dat verstoort, daar kom je de kranten dus niet meer op tegen. Zowel niet in het politieke discours als in dit soort activistische discours. Ja. Is dat een beetje helder? Maar het is opmerkelijk. En zo zitten hele Nederlandse media op dit moment in elkaar. En dat verbaast me wel dat we de alternatieve media niet zien. Die had hier moeten zijn. Die moeten het antwoord geven. Nou ja, en de lokale Amsterdamse media. Ik bedoel AT5 en dat soort. Ja, maar dat snap ik dan ook wel. Want dat is heel plaatselijk en die hebben andere focussen. Maar de alternatieve media, die had hier mogen zijn. Dat vind ik wel. Oké, nou even vooruitkijken naar maandag. Dan begint die rechtszaak over de uitlevering van Assange. Wat verwacht jij dat je daarvan ziet in het RTL Nieuws om 19:30 en het Nationaal van 20:00? Nou ja, een heel klein kort berichtje. Waarbij een opmaat gemaakt wordt naar de uiteindelijke veroordeling. Dat verwacht ik. Dankjewel, Max. We moeten 50 meter van de consulaat vandaan blijven. Dat is 50 meter. Alright, so we met on internet, on Twitter. Yep. And you said you were going to organize something here. Yeah. Who am I talking to? What's your name? My name is Tristan. Well, I started Free Assange, I think, in October 2019. For the very simple reason that nobody else did. I have no actual history of activism or whatever. So this is like my first time. This is the first time you're organizing a demonstration? Yeah. So I really have no idea what to expect. I'm very happy we have some people here. Because we have like a core team of three people. So I knew there was going to be at least three people, but so I'm happy, you know, with the weather like this. I'm happy for the first time. Yeah, it's good. So where are we? Just tell the world where you are. This is Museumplein, Museum Square in Amsterdam. This is where you'll find most of the consulates, embassies, whatever, UK, USA, whatever. We've been asked to stay away for at least 50 meters from the embassy, consulate, whatever. So we will do that, no problem. Monday we're having another demonstration, probably very small, because Monday is the first day. Okay, so this is a call to action. So on Monday, what time can people go to Museum Square in Amsterdam? Same time. All our actions will probably be around 5:12, so 5 minutes to 12. So this is not the only thing happening in the world. In London currently, Roger Waters is playing. Yeah, there's a lot going on. I believe in Australia there's a big action, 22nd. And gosh, I don't know what this is. People are doing it today, not tomorrow, but mostly today and Monday, I think. Okay, fair enough. So unroll your flag. Yes, let's go unroll the banners. So show me what you made. This is not what I made. What I made is in the bag. So this is what we have made actually. Together we came up with it. And this one we also, you will like this one. Because I love this one. This one is the work of art. Work of art, yeah? Yes, absolutely. This is a nice one. Here. Nice. So no mistake, this is what we're here for. Here you are. Ah, looking good. Everyone. And I have one more with a nice statement on it. I'll show you. Yeah, they're all about it. This one was the last one, so you can see the difference.
is like unwrapping Christmas presents. You did a good job. Well, but yeah, really. Yeah. We need more people. Thank you very much, Art. Yeah, absolutely. I told you before, we need more people. We're gonna get more people. Huh? We're gonna get more people. We're getting two for sure, as you know, and we have already so many. So this. It's one of the statements that I'm dying to get out, but yeah. We came, we saw, he died. Every nation in every region now has a decision to make. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.